Onze wereld wordt steeds digitaler. We vergaderen vanuit huis, shoppen online en bewaren onze vakantiefoto's in de cloud. Maar wat betekent digitalisering van de maatschappij voor onze gebouwde omgeving? Digitalisering is essentieel voor bijvoorbeeld een veilige en duurzame voedselvoorziening, schone energie, de woningbouwopgave en toegankelijke en betrouwbare zorg. Voor de logistieke en zakelijke dienstverlening is snel internet noodzakelijk. Dit vraagt om een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn een essentieel onderdeel van deze digitale infrastructuur en zijn dus belangrijk voor onze digitale economie en de maatschappelijke uitdagingen. Een datacenter is een beveiligd gebouw waarin ICT-apparatuur, meestal computerservers, continu verbonden zijn met het internet voor uitwisseling, opslag en verwerken van data. Nederland hoort bij de koplopers van de digitale transitie en wil verder uitblinken als innovatieland. Noord-Holland heeft hierin een sterke positie. Er staan nu 57 datacenters in Noord-Holland. In de gemeente Hollandskroon zijn 2 hyperscale datacenters gevestigd, maar daarnaast zijn er ook nog 55 zogeheten multi-tenant datacenters in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Diemen en Amsterdam. En dat maakt dat wij een datacenterhub zijn. De provincie Noord-Holland ziet datacenters als waardevolle onderdelen van economisch en maatschappelijk verkeer. Maar we zien ook dat de impact van deze industrie op landschap, water en energiesysteem groot is. Daarom heeft de provincie Noord-Holland een datacenterstrategie gemaakt. Hierin streeft de provincie naar de balans tussen digitale economie enerzijds en impact op de omgeving en het milieu anderzijds. De ambitie is om de meest duurzame en innovatieve datacenterhub van Europa te worden. In onze datacenterstrategie maken we daarom scherpe keuzes over de vestiging van datacenters. Nieuwe datacenters mogen zich niet meer vestigen buiten de aangewezen gebieden. Ook mogen de datacenters zich alleen vestigen op bedrijventerreinen en er moet een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan zijn. Samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollandskroon en de sector werken we vestigingsvoorwaarden uit waaraan nieuwe datacenters moeten voldoen. Denk hierbij aan een bouwhoogte van het datacenter passend bij de omgeving, het waar mogelijk zelf opwekken van duurzame energie door datacenters, of dat voor koeling eerst gebruik gemaakt wordt van hemel- of oppervlaktewater voordat drinkwater in beeld komt. Nu kunnen wij dit in Noord-Holland goed regelen, maar wij willen ook voorkomen dat datacenters zich gaan vestigen op locaties met een milder regime en hiermee verduurzamingskansen blijven liggen. Daarom werken we samen met andere provincies aan een gezamenlijke lijn. We roepen het Rijk op om hierbij aan te sluiten en ook delen we deze kennis met andere Europese hubs.